Hallo, daar ben ik weer. Met het slofje van Sjaan het schaap. We gaan nu verder met de hak. Wat we gaan doen? We gaan de lussen oppikken. Hier staat de markeerder in. Van de markeerder. Daar begin je. En je haalt door. Maakt een losse. En tevens maak je ook een vaste in dezelfde steek. Dan ga je verder. Wat je gaat doen, je pakt de lossen op het zooltje. Heb je het een beetje kunnen zien? Ja, die pak je steeds op. Ik haal steeds het draadje mee voor de afhechting. Hoeven we dat niet meer te doen. En zo gaan we er helemaal omheen. En als het goed is, heb je dan aan het eind 24 steken. En dan ga je de draad afhechten. Ik ga even een paar voordoen. Ik ga steeds het draadje mee haken. Nou, zo ga je door tot en met de steek van je markeerder. En als het goed is, heb je dan 24 steken. Ik zie jullie hier terug. Daar ben ik weer. Als het goed is, hebben jullie nou 24 steken op de achterkant. Nu ga je de draad afhechten. Ik zal even een schaartje pakken. Tenminste, als ik die kan vinden nog. Want je moet namelijk straks aan de andere kant beginnen. Anders kom je het uit met je bubbelsteek. Want de bubbelsteek die maak je naar je eigen kant. Ik ga deze ook even afknippen. Dit is het staartje. Die heeft ook geen zin meer. Zo. Nu gaan we dus hier weer beginnen. En nu gaan we de bubbelsteek maken. We pakken gewoon de eerste steek op. We haken 3 lossen. En ik ga weer het staartje meehaken in de bubbeltjes. En dan maken we in deze eerste steek maken we een bubbelsteek. Dus we haken er 3 stokjes bij. 1. Twee. En dat is nummer 3. Haal je draad op. Pak de laatste lus, of losse, de derde losse. En je haalt de steek erdoor. En je doet weer 1 losse. Altijd na de bubbelsteek 1 losse. Dan ga je een steek overslaan en dan ga je naar de volgende. Dat is die. En dan doe je dan 4 stokjes in. 1. 2. 3. Dat is nummer 4. En dan ga je lus weer ophalen. Je pakt het eerste stokje. Daar steek je hem in en je haalt weer je lus door. En je doet weer een losse. Zo ga je helemaal rondom. Dus je slaat nu weer een steek over en dan pak je de volgende steek. Sla een steek over en pak je de volgende steek. Als het goed is, kom je dan hieruit met 12 tulpsteekjes. Dan zie ik jullie hier weer aan het eind. Daar ben ik weer. Ik ben op het einde gekomen. Ik heb nou 12 tulpjes gehaakt. En je hebt nog 1 steekje over. Wat we nu gaan doen. We gaan nu halve vasten maken in de snuit. Als het goed is, doe je er 7. Dus gewoon proberen om het zo gelijk mogelijk te verdelen.
En niet te strak aantrekken, want je hebt ze strak nodig om weer te haken. 1 heb ik nou. Nou, wat zou ik doen? 2, 3, komt daar. 1, nou, doe daar de volgende. 2, 3. Dan kan ik hem naar de midden gaan. 4. Al die losse draadjes even weghalen. 5. Nou, nog 2 erbij. 6. En de laatste is 7. En dan ga je hem vastzetten aan de eerste bubbelsteek. En een draadje weghalen hoor, die zou ik even afknippen. Dus wat ga je nou doen? Je pakt weer in de bubbelsteek die losse die je hebt gehaakt. Daar haal je hem doorheen. Bovenin. Valt niet mee, maar dan moet hij wel in. Anders krijg je geen mooie aansluiting. En dan haak je een halve. Oh, is wat te lang geworden. Niet te lange steken maken. Dan haak je een halve vaste. En dan zit hij eraan vast. Wat je nu gaat doen, nu ga je tussen de bubbels. Gaan we nu weer doen. Bubbels haken. Dus je hebt hem hier vastgezet. Je gaat even weer een halve vaste in de ruimte doen. En je doet 3 losse. En daarna doe je weer 3 stokjes in dezelfde ruimte. Tussen de bubbels. Of de tulpen, hoe je het maar wilt noemen. En je haakt weer. Even mijn draad aantrekken hoor. En je haakt weer. Een tulpsteekje. Nou, is vandaag niet mijn dag, geloof ik. Ik zit achter de camera nu te kijken, anders zie ik niks. Ja, heb ik hem erdoor. Doe je weer 1 losse. En je maakt een bubbelsteek in de volgende ruimte tussen de bubbels. Zo ga je helemaal door tot je straks hier bent. En dan kom ik bij je terug. Dus je gaat gewoon doorhaken met bubbelsteken tussen de tulpensteken. Of tussen de bubbelsteken, hoe je het maar wat noemen. En dan zie ik jullie hier terug. Dan ben ik weer terug. Zo dus heb je nou hierboven de laatste bubbel gedaan en nu ga je in de eerste halve vaste je nieuwe tulpsteek zetten. Dus in deze. Even kijken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Ja, moet hij hierin. Anders krijg je geen mooie aansluiting. 2. En dan doe je weer de tulpsteek in. 3. En de laatste is nummer 4. Trek hem op. Pak de lus op. En je haalt hem weer door. 1 losse. Sla je weer 1 over en dan begin je op die steek. En dan ga je, pak je beide lussen op en dan ga je eronder door.
Dan krijg je straks een blindelingse aansluiting aan je zultje. Anders als je het met vasten doet, dan krijg je eerst de vasten in beeld. En dat vind ik niet zo mooi, dus daarom heb ik het ook met halve vasten gedaan. 1, 2, 3 en nog 1, nummer 4. Haal de lus weer op. En weer 1 lossen. En dan ga je weer een steek overslaan. Die, en dan pak je deze weer op. En dan ga je weer hetzelfde. Nou, als het lukt. Oh, ik zit een beetje verkeerd. Ga je daar ook weer een tulpsteek in haken. En nog eentje. Het is wel heel nauw allemaal, maar het kan perfect. En je haalt hem weer door. En weer een losse. En dan steek je hem dus in de laatste. Dat is niet die, maar die. Dat is je laatste. En dan ga je hem straks weer aanhechten. Even kijken hoor. Aan je eerste bubbel. Ik zal even met je mee. 1, 2. Ja, 4. En je haalt hem door 1 lossen. En je gaat hem hier weer in de eerste losse steek vastzetten. Kijk. In deze gaten komen straks de oren. Dus daar zie je straks niks meer van, als daar wat ruimte zit. Om, tussen die 4 balletjes, daar komen straks je oortjes. Nu ga je weer gewoon verder zoals we net hebben gedaan. Eén vaste in de volgende steek. En je gaat weer 3 lossen. Haken. En weer gewoon 3 stokjes en bubbeltjes. En dat ga je nu rondom doen tot je hier weer bent. En dan doe je nog een toer en heb 4 toeren. Dat is de bedoeling. Je moet 4 toeren met balletjes hebben. Dus je doet hier nou nog 1 ronde balletjes op. En dan doe je nog een ronde balletjes. En dan kom ik bij je terug. Want dan heb ik nog een andere methode. Er moeten nog vasten bovenop gehaakt worden om het een beetje bij elkaar te houden. Dus we gaan gewoon nog een ronde doen eerst. En dan kom ik hier bij jullie weer terug. Laten we dat maar doen. Nog 1 ronde balletjes en dan komen we hier gewoon terug. Tot zo. Dit is ronde nummer 3 heb ik gedaan. Jullie zien weer, ik heb hem weer aan de eerste vastgezet. En nu gaan we nog 1 rondje doen. En dan komen we hier weer uit en dan gaan we weer vastzetten. En dan zijn we weer bijna klaar. Dan moeten we nog even met vasten de zaak afwerken. Even een halve vaste naar de steek. Ho. Sorry. Even een halve vaste naar de steek. En dan beginnen we weer met 3 lossen. En 3 stokjes. En we maken weer een tulpsteek. Trekken het weer aan. We pakken weer de derde losse en we halen de lus weer door. En weer 1 losse. Gaan we hier weer in verder werken en zo gaan we het hele rondje weer om tot we hier weer zijn.
En dan zie ik jullie zo. Tot zo. Daar ben ik weer bij jullie terug. Ik heb nu 4 rondes bolletjes gehaakt of tulpjes. En ik ga hem weer in de eerste doen. Van de eerste bol. En ik pak hem op. En ik haal door. Nu gaan we tussen de tulpen om en om een vaste haken en 2 vasten. Dus ik begin hier met 1 vaste. Tussen de tulpjes. Dan doe ik in de volgende doek 2 vaste. En in de volgende 1 vaste. En dan weer in de volgende 2 vasten. Om en om. Wat je ook kunt doen. Dit is puur om het mooi af te werken en bij elkaar te houden. Hè, dat die rond niet echt gaat uitrekken. Wat je ook kan doen, dat is, ja, het hoort misschien gek, lingerie elastiek meehaken. Of er doorheen halen, straks met een naaldje. Zodat het mooi omhoog blijft. En dat een beetje aanklemt aan de beentjes van de baby. Dit slofje is bedoeld dus tot en met 6-7 maand. En dan is het te klein, denk ik. Dus dat kun je wel doen. Dat heb ik vroeger ook wel vaker gedaan. Dan ging ik ook gewoon elastiekje er doorheen halen. Heel fijn elastiekje zit op een rolletje. Kun je overal wel krijgen. Tenminste, hier in Friesland nog. En dan kun je het er gewoon doorheen halen. En een beetje aantrekken. En dan klemt hij mooi aan. Je gaat dit gewoon doen. Om en om. Met 1 en 2 steken. Of vasten tussen de bubbels. Ik ga hier weer 1 doen. En dan weer 2. En dan hechten jullie hier gewoon op het eind de zaak af. En dan is het hakje klaar. Ik zou zeggen, veel succes ermee.